vraag mogen stellen. Ik heb een vraag aan Robert. Ongeveer een maand na de bekendmaking van Badr, dat hij zijn afscheid tijdens aan het vechten, kom jij al met het nieuws erbuiten dat ook jij het kickbox slash P5 gaat verlaten. Waarom? Voor mij is nog niks bekend. Ik heb er wel over nagedacht om te gaan boksen of sport gaan oefenen. Maar voor mij is nog niks zeker. Voor mij is morgen een belangrijke dag. Dus na morgen gaan we zien wat ik ga doen. Vraag aan Badr. Een tijd geleden dat we elkaar eens spraken. Nog heel veel trainen. Die in Bobbeke straat. Dat is wel. Weet je? Lastige vraag, Badr, een klein beetje. Jij hebt ooit een keer een antwoord gegeven op de vraag, Badr, voor wie sta je op de ring? En dat was toen de tijd voor mijn publiek. Iets voor jezelf, niet eens voor je trainer, je management. En nu, kijk dan later, kan je in de straat. Kies je ervoor om dit publiek de rug te keren. En dan bedoel ik mee het kickboxen te verlaten. Dan denk ik dezelfde vraag aan jou. Waarom? En hoe groot is de kans, meteen de vraag erachteraan, dat je terugkomt om die besluit om terug te stoppen? Ik wil eigenlijk iedereen bedanken voor het hier zijn. Media, fans, super. De opkomst, ik weet dat het verder is Leeuwarden, dus geweldig, dankjewel. Kom ik gelijk op je tweede vraag, of mijn terugkomst kickboxen, nooit meer. Ik zeg de laatste keer. Ik vecht nog steeds voor het publiek, voor de fans. Ik vind het geweldig. De energie die ik daarvan krijg en de waardering is enorm. Daar trek ik heel veel positieve energie uit en dat maakt echt het leven de moeite waard. Vooral in deze zware tak van sport. Want ja, waarom zou ik dat moeten doen? Dat is toch een beetje raar allemaal. Maar dus, dat ben ik heel veel voldoening. Mijn rug toekeren, ja, dat vind ik normaal woord. Op een gegeven moment kom je in je leven gewoon tot iets sluit. Of tot een moment of je linksaf moet of rechtsaf. En dat moment is voor mij gekomen. Ik heb heel veel plezier ervaren met de sport. Ik heb echt hoogtepunten gehad, ik heb dieptepunten gehad. Maar ja, op een gegeven moment kom je op een moment, heb je er nog zin in? Is er nog motivatie? Wil je dit nog wel? En voor mij was het gewoon een punt van ja, weet je, het is leuk geweest. Ik heb het plafond een paar keer aangetikt met de kickboxen. En ik wil verder, ik wil groeien, ik wil vooruit gaan. Ik denk dat ik niet verder kan groeien met kickboxen. Ik denk dat ik een beetje de vijver heb leeggevist. Ja, dus voor mij nu gewoon, voor mezelf heb ik qua toekomstperspectief gewoon gekozen om voor het boksen. Die sport prikkelt me al heel lang, al sinds het begin eigenlijk. Alleen ja, toen ik een jonge jongen was, toen was boksen helemaal eigenlijk niks meer in Nederland. Dus ja, je gleed heel makkelijk de kickbox in. En op een gegeven moment stond ik in een punt in het leven dat ik oud genoeg was en stabiel genoeg om mijn keuzes te kunnen maken en om erachter te kunnen staan. En die maak ik bij deze. Dus. Je zegt het mag gewoon een paar keer aan. Ja. Toch was voor jou dat je de wens om de K1, dat voordeel, je kunt je hand kunt vasthouden. Ja. In Amsterdam. Ja. Ja, maar ja, weet je, het is, soms moet je dingen naast je neerleggen, soms moet je dingen accepteren. Weet je, in Nederlands elftal heb ik ook een paar keer de finale bereikt in de WK, net niet gehaald, net niet gewonnen, maar wel dichtbij geweest. En dan kan je twee dingen doen, je kan op die drol blijven slikken en dan ga je een beetje stinken. Of je kan zeggen, nou weet je, wat ik spuug mij en ik ga verder met mijn leven. Ja, dat heb ik bij deze gedaan. Ik heb het gewoon losgelaten en die titel is niet voor mij weggelegd geweest. Dus ja, dat accepteer ik gewoon. Was het ook de partij die jij in andere lijn ook had om als afscheidpartij te kunnen vechten? Gewoon samen, denk met de mensen? Nee, ik zou mezelf geen betere tegenstander willen wensen. Ik ken Saki al heel lang. We gaan echt sinds echt het begin komen we elkaar tegen. We waren in het begin, na het millennium, begin 2001, 2003, waren we echt de grootste talent van Nederland. Zowel hij, Sikkie, ben in Amsterdam, hij in Rotterdam, dat was vroeger echt een wedstrijd. Dat was Ajax Feyenoord continu. En ik heb hem enorm zien groeien al die jaren.
Hij is, ik denk dat er waren meer dan talentiviteit, maar ja, die we allemaal achter ons laten. We zijn samen zijn we verder gegaan, we hebben samen heel veel momenten meegemaakt. Hij op zijn manier, ik op de mijne. En dus dat vond ik wel een heel mooi idee, om een talent, die toen de tijd dat ik het talent was, samen is gegroeid, toch samen de K1-finale een paar keer heb gehaald, toch in Japan tot grote sterren zijn geworden, echt wel grote dingen bereikt in onze sport, om daarmee mijn carrière af te sluiten. Dus voor mij gewoon een geweldige tegenstander om hiermee af te sluiten. Dus, ja, het idee erachter is voor mij gewoon schitterend. En juist omdat je zo lang met elkaar opgaat, heb ik daar zo lang van dichtbij heb meegemaakt. Maar nooit eigenlijk de mogelijkheid heb gehad om daar tussen elkaar nog tegen te komen. Want er waren genoeg momenten dat we wel tegen elkaar hadden kunnen vechten. En dat is nooit zo geweest. En dus nu mocht ik kiezen. En ik zei tegen Simon, graag tegen Saki. Dat is een tegenstander die al heel lang een beetje om me heen draait. En ja, en hij ging er gelijk mee voor. Dus ik ben er hartstikke tevreden mee. Ik hoop hij ook, dus voor mijn keer. Ik denk het publiek ook. Wat gaat het worden morgen? Ja, ik sla hem sowieso in elkaar. Nee, maar kijk, dat is een hele rare vraag die je me stelt. Ik denk, als het... Ja, ik kan het ook. Hij zegt vanavond in de droom, als ik wakker word, zal ik het wel extra samen. Ik mag niet. Nee, maar dat is een moeilijke vraag. Kijk, die kan je niet iedereen stellen. We doen wel competitiesport, we willen winnen. Dus het zou een rare vraag zijn als ik tegen jou zou zeggen, nou, ik vind het leuk als we gelijk spel spelen. Dus ik kom om te winnen en morgen zal alles blijken. Ik wens u bij de veel succes en morgen te winnen. Een vraag aan Simon Rutz. Simon, we zijn van jou gewend als directeur-eigenaar van Showtime Promotions. Om voor elk evenement een keer op een CV in Nederland. Dat zijn de kleinste, de grootste. Om maandenlang actief aan te maken. We hebben op Kikos.nl, Facefight, Python, maar we zijn natuurlijk ook op straat. Billboards hingen aan maanden vol. Was het een bewuste strategie om niet te kiezen om de slapende honden wakker te maken? Misschien een keer een rare vraag uit de pers. Om dus niet de paard te treden met die Showtime in Leeuwarden. Want dat wisten we dus wel afgelopen jaar. Ja, ik kan merken dat jij het laatste half jaar in Marokko bent geweest. Je komt even een andere planeet nu over. Vertel eens. Nee, ik heb gewoon, het is gewoon een keuze die je maakt waar ik in technisch. Ik denk niet dat het verkeerd is geweest. Ik heb boven gestaan op elke televisiezender. En de burgemeesters hebben ook nog een stukje meegeholpen, dus publiciteit heen gebrengt. Ik heb het nu over positieve publiciteit. Je zegt terecht, burgemeesters, overheden, allemaal een negatief daglicht, wat niet verschrikkelijk is. Ook onze kant van de sport wordt natuurlijk wat meegemaakt. Wat ik bedoel is toch het actieve reclame van die Showtime. Ik heb één poster gezien, voorheen was het dus voor elke vechter, sterrendames, posters door het hele land die er hingen. Of ik heb blijkbaar echt een half jaar in Marokko gezeten, wat niet zo is. Ja, maar dat heb je echt, want dit vind ik je slechtste vraag van vanavond tot nu toe. Ja, oké. Okay, ja. Nee, dat is niet zo, het is gewoon anders gegaan. Het heeft alle grote kranten heeft het gestaan, het is op televisie geweest, radio geweest, alle sportscholen hebben volgehangen. En, dus ja, ik ben het niet met je eens. Okay. Dankjewel Simon. Succes morgen. Ja, hallo, Roland Vries, onder Friesland. Ik heb een vraag voor Bader Hari. Ik spreek geen Fries, hè? Nee, ik ga maar Marokkaans. Ja, ik heb een vraagje over de burgemeester van Leeuwarden, de politiek. Je hebt het ook meegekregen, de kritiek die op dit gala is. Wat vind je ervan? Nee, ik ga eerlijk zeggen, ik heb er niet echt heel veel van meegemaakt. Ik ben een sportman en ik hou me niet best met politiek en godsdienst. Dus ik had die dingen graag gescheiden en ik heb me gewoon puur geconcentreerd op morgen. En al die randzaken, daar heb ik in principe heel weinig mee te maken en dat wil ik zo graag houden. En de burgemeester zal zijn mening hebben, zo heb ik de mijne. En zodoende. Ja, het is toch de sport die je lief hebt. Ik kan me ook voorstellen dat je het wel pijn doet dat je zegt, ja, het is toch mooi dat het zo'n evenement in zo'n stad gehouden kan worden. Dat je daarvan baalt misschien. Ja, tuurlijk. Alle negativiteit die erbij komt kijken is niet plezierig. Maar ja, daar moet je ook mee leren omgaan. Daar moet je ook een balans in gaan vinden. En that's it. Weet je, wat ik zeg, je kan je door laten leven of door laten leiden. Of je kan zeggen, nou, weet je, ik kan ook gewoon voor wat ik waard ben. En ik vind dat Simon het verschrikkelijk goed doet. Ondanks alle
alle moeilijke tegenslagen die je hebt gehad en alle zware weerden dat moeten doorstaan. Blijft hij doorknokken en doet hij het geweldig. Daarvoor moet pet af. En hij zorgt er ook voor dat wij vechters er heel weinig van merken. Dus ja, ik bemoei me het liefst er zo min mogelijk mee. En natuurlijk, iedereen die deze sport in negativiteit brengt, vind ik zonde. Omdat het gewoon een geweldige sport is. En ik denk persoonlijk na voetbal door de jeugd een van de meest goede sporten is. Dus waar hebben we het over? Maar ja, nogmaals, ieder zijn mening. En dat kan ik alleen maar accepteren en respecteren. En zo ik de mens. Ja, ik zou me ook kunnen voorstellen dat je zegt, toch als uithangbord van deze sport. Ik zou wel graag een statement willen nadenken over de gemeente Leeuwarden. Of in ieder geval de politiek in Nederland. Die zegt, ja, het is geen criminele organisatie. Maar je zegt, nee, doe het niet. Hoe moet je niet mee vinden? Nee, ik heb daar weinig mee te maken. Kijk, ik vind het gewoon een geweldige sport. Ik weet niet beter. Ik denk dat iets van 1000 kinderen ons op sport zullen trainen. Ik heb last van overdag gehad. Ik heb honderden mensen op de vloer gehad met alleen maar moeders dingen zien. Het is gewoon een geweldige sport. En wat iedereen ervan moet vinden, moet iedereen wat vinden. En het is niet aan mij om dat links of rechts te trekken. Ik vind het alleen zonde, nogmaals, dat is mijn mening. Ik vind het zonde dat het door zo'n sleur moet gaan, terwijl het echt absoluut niet nodig is. Maar aan de andere kant, er zijn echt duizenden fans die het een geweldige sport vinden. En het geweldig vinden om naar te kijken en het gewoon een mooie sport vindt om een kinder op te zetten, om discipline bij te leren en zelfverzekerheid. Dus ik laat me niet leiden door een burgemeester of gemeenteleden. Er zijn misschien 5, 6 mensen, 10 mensen op een schaal van 10.000 die het dan toevallig wel voor het zeggen hebben. Maar nogmaals, hun hebben hun idee daarover. Zo heb ik de mijne over de sport. En morgen leggen we die naast elkaar en dan kijken we waar we staan. Vraag voor Simon Ruts. Ja, kom maar op. In het vries. Vraag is, wat verwijt jij de gemeente Leeuwarden en misschien wel de burgemeester Corona specifiek? Nou, moet ik nog meer zeggen dan ik al gezegd heb? Ja, dat wil ik zeggen. Dit is herhalen. Maar weet je, er zullen best wel meer journalisten zijn die dit soort vragen willen stellen. Maar laat het over de sport hebben. Dat lijkt me leuker. Ja. Nou ja, we gaan het allemaal steeds horen. Ja, maar dit is steeds een gemeente. Ik ben de chocolaterer niet met zijn herhaling. Oké, wat hier uitraakt. Fred Hoyers, Fightstripe. .com. Vraag aan Gurgan. Hoe voelt het nou om underdog te zijn in deze wedstrijd? Want je krijgt een beetje een laatste bedoeling van oké, mag een afscheid, meen je bent de grote naam. Jij komt er een beetje bij. Voel je dat zelf ook zo? Ik voel het eigenlijk niet zo. Sorry. Eigenlijk wel vaak als anderen gezien, dus ik ben er nu onderhand wel gewend. Ik heb gewoon lekker getraind en ik ga gewoon mijn ding doen. Dus. Heb jij met specifieke mensen voorbereid van zijn formaat? Ik sta niet terug. Nou, zijn lengte dan in ieder geval. Zijn net van Golden Glory heb ik met, zoals jullie weten, Erosum. En er lopen wel een paar jongens die sowieso de lente van Badr hebben. Dus daar heb ik ook mee getraind, ja. Badr heeft een aantal mensen van jullie team al eens een keertje gewonnen. Ook een keer verloren, maar goed. Heb je daarmee contacten gehad over hoe jij moet bestrijden? Ik heb gewoon alle partijen zelf gezien, dus... Ik heb het ze niet gevraagd hoor, maar we zijn allemaal op ver genoeg. We hebben allemaal ervaring genoeg, dus ik heb bepaalde dingen met mijn trainers besproken, maar voor de rest niet meer vechten. Maar jullie begonnen vandaag ontzettend amicaal. Gaat het morgen ook zo? Nee, maar mom, kijk, morgen is de wedstrijd. Ik heb tegenover Saki een verschrikkelijk positieve vibe. Weet je, ik voel hem gewoon heel goed aan. En we hebben elkaar, nogmaals, we kennen elkaar al jaren en we komen elkaar heel vaak in de wandelgangen tegen en in de kleedkamers. Dus met sommige jongens heb je gewoon iets meer gevoel, of iets meer klik. Dan met anderen. Ik heb ook wel eens collega's waarvan ik denk, nou, die hoef ik helemaal niet, daar heb ik helemaal niks mee. Maar Saki is dan het type dat ik wel mee heb. Dus ja, dan vind ik het niet meer dan normaal dat we elkaar gewoon een beetje, het is nog niet zo ver, we hoeven elkaar niet helemaal op te branden vandaag. En
Ja, het is een beetje Jekyll en Hyde. En morgen staat Hyde in de ring en vandaag was het een beetje Jekyll. Dus zo werkt het gewoon. En ja, het zal minder vriendelijk zijn als vandaag in ieder geval. Ja, maar wel. Maar wel met alles. Vanaf wat op jouw boxcarrière aan het staan is. Heb je enig licht over het schijnen bij welke promotiemaatschappij je boksen of bij welke trainer je boksen? Ik heb, ja, ik ga trainen bij Nassim Richardson. Dat is een serieus, ik denk, top 3 bokstrijders in Amerika. Hij is trainer van Bernard Hopkins en Sugar Shane Mosley. Nou, dat zijn niet de minste namen van... Ben je al geweest? Ja, daar heb ik al gesprek mee gehad en alles. En die staat echt de popel om naar de slag te gaan. Die ziet heel veel kwaliteit in mij. Die heeft nog wel heel veel training nodig. Dus dat was mijn stap 1. En dezelfde manier als hoe ik het kickboxen heb begonnen en hoe je alle sporten moet beginnen. Ik zeg, je moet bij de basis beginnen, dat is een goede trainer. En je moet leren, je moet ontwikkelen. Ik kom in de sport, ik ben nieuw met boksen. Ik heb wel een beetje basis, maar er zal heel veel moeten ontwikkeld worden. Dus voor mij was het heel belangrijk om de beste trainer te vinden. Ik ben blij dat die met mij aan de slag wil. Dus ik kijk er serieus naar uit. En wie wordt jouw promotiemaatschappij? We gaan nog geen beslissing over. Ja, dat wordt hij zeker niet. Nee, ik heb met Simon een heel goed gesprek gehad. En ja, ik kan zeggen, Simon is een geweldige promotor en een geweldige manager. Ik heb in de afgelopen jaren dat ik met hem heb gewerkt echt grote hoogtepunten bereikt. Echt het maximale uit mijn carrière gehaald. Ik ben ook, Simon is een van de eerste die wist van mijn vertrek naar boksen. En ik kan niet anders zeggen dat hij mij daar echt 100% in heeft gesteund. Hij heeft gezegd, ik wil je graag helpen. Maar hij kent zijn tekortkoming. Hij zegt, kickboksen is mijn sport, dat ken ik. Dat is mijn broekzak, dat doe ik al jaren. Hij zegt, boksen is gewoon niet mijn wereld. Ik vind dat je dan echt een grootheid moet zijn om je eigen tekortkoming toe te kunnen geven. Nou, daar zijn we uit en hij steunt me volwaardig. En hij staat er 100% achter. En ik kan met vragen altijd bij hem terecht. Dus dat was voor mij een nog zo'n deal in de goede richting om het toch allemaal te doen. Maar ik neem aan dat jullie contact hebben. Ja, die hebben wij. En hij zal daar geen... En die gaat jou niks aan. Ik vraag alleen, in hoeverre hij dan toch zal zijn bij de ontwikkeling van jouw boxen? Ik ga het helemaal zeggen. Dat weet je niet. Nee, contract is contract. Het sluit je onderling en die afspraak je onderling. En dat is tussen mij en Simon en bij mij krijg je er niks uit. Dus ik weet niet of hij je wat wil vertellen, maar ik denk dat je daar ook echt een muur aan loopt. Simon. Zelf wel een woord. Daarom kunnen we het zo goed vinden al die jaren. Ja, op mijn bek. Andere vraag dan. Wanneer zie jij jouw eerste wedstrijd als bokser plaatsvinden? Weet je wat het is, Fred? Je bent al jaren trainer. Je hebt zelf in de sport gezeten. Als je één ding is wat je nu moet doen, is het haasten. Je kan een nieuweling niet in een A-partij stoppen. Dus ik wil gewoon vanaf het begin beginnen. Ik heb mezelf geen termijn gegeven. Ik heb niet gezegd, ik wil voor het einde van het jaar of voor het einde van een half jaar. Totaal niet. Ik wil gaan, ik wil werken, ik wil bezig zijn. En ik ben een gevoelsmens. Alles moet vanzelf gaan, het moet goed voelen. Op het moment dat het daar is, sta ik er. En op het moment dat ik nog niet voel dat het daar moet zijn, sta ik er niet. Dus als het zover is, is het zover. En jullie zijn de eerste die zullen horen en merken. Maar ga je wonen en werken in jullie leven? Werk is in de sportschool en wonen ga je wel. Dankjewel, Fred. Eén vraagje aan de heer Tyrus Pong. Tyrus Pong is al een tijdje in Amerika. Vraag aan hem. Die wedstrijd is natuurlijk ook een enorme beladen wedstrijd. Hoe is het met je vanuit Amerika bekeken en hoe heb jij je voorbereid op de wedstrijd tegen Melvin? Ja, ik voel me prima. Wedstrijd tegen Melvin zat er al een paar jaar aan te komen. Morgen is het dan zover. Nogmaals, ik voel me prima. Ik heb me goed voorbereid. Ik woon sinds 9 maanden in Amerika, Florida. Voor deze wedstrijd, ik heb een staande trainer. Die is mee met me, dat is Henry Hoofd. Sparringpartners overgevlogen om me mee voor te bereiden. Kickboksen technisch gezien, want ja, kickboksen kunnen ze in Amerika niet echt op zo'n hoog niveau. En ja, ik voel me prima. Mijn familie zit daar, iedereen zit daar en ik kom hier werken. En morgen ga ik aan de slag. Zelfde vraag eigenlijk ook aan Melvin. No mercy, niet voor niks. Melvin, wat verwacht jij morgen van de wedstrijd tegen Thailand? The King of the Ring. Ja, dat wordt een hele leuke wedstrijd. ik heb er hard voor getraind, daar heeft hard voor getraind. En zoals jullie weten natuurlijk, ja.
tijdens de jeugd, snap je, het is een top kickboxer en zit goed in zijn vel, hij doet het hartstikke goed, snap je, alle respect daarvoor. En, ik ben natuurlijk een klein beetje de oude garde aan het worden, maar je weet dat ik zie nog wel jong uit. Nee. En ja, ik heb gewoon een beetje de ervaring en hij heeft de jeugd. En ik denk dat ik morgen heb ik in ieder geval heb ik alles gedaan om de winst naar me toe te trekken. En ja, dat zit, meer kan ik niet zeggen natuurlijk, weet je. Want als ik weet hoe alles gaat, dan koop ik eerst een straatslot in plaats van dat ik ga vertellen wie gaat winnen, snap je? Dus dat, dus dat het. Dankjewel. Mooi dat directie. Morgen sta je tegenover de Fast and Furious champion. Hij heeft vriend en vijand verrast in juni in Brussel. Hoe heb jij je voorbereid en wat verwacht jij van de wedstrijd tegen Robin? Ik heb mij voorbereid gelijk als altijd. Gewoon lekker hard trainen. Ik ben in hoogtekamer zelfs gegaan voor meer conditie te krijgen. Maar ik heb het gevoel dat er een KO gaat vallen. Sowieso. Aan welke kant? Hopelijk aan zijn kant. Robin, wat verwacht jij van de wedstrijd tegen Moerad? Je hebt hem natuurlijk vanuit de zijkant gezien, recentelijk in juni. Tegen Moerad directie. Je doet zijn streetjes, hè, in het verleden Shahid en dat soort dingen. Wat verwacht jij van de wedstrijd tegen Moerad? Ja, ik verwacht gewoon een harde partij. Moerad is een goede vechter, dus ja, we zien morgen wel wat er gebeurt. Last question is in English, because of the fact that Daniel Gica hopefully will understand my English. The question is to Daniel Gica. In March 2011, you fought against Hesdy. And after the fight, you were really disappointed, but mostly upset because of the end result. What do you expect of the fight tomorrow against the current Showtime World Champion heavyweight, Hesdy? Hello, everybody. Sure, for tomorrow gonna be very hard fight. I'm in good shape. I'm training very hard for this fight, and tomorrow I do everything for take the title. Thank you. The last question is for Hesdy. Hesdy, I already said it about the fight in March 2011. What's your opinion about all the rumors and bullshit questions about he did not win, etc., etc., about the end results? What's your opinion about that? And finally, of course, what are you going to do tomorrow? In English? I think so. Otherwise, yeah. He will not understand it, I think. Yeah, this fight was a very tough fight. And I think that I was the winner, of course. But now we are only looking for tomorrow. I trained very hard. It's 5 rounds, so my condition is good. And tomorrow we will see. I'm ready for it. I wish all the fighters good luck, and you don't. Thank you, Rashid. Are there any people who would like to ask questions? Yeah, one more. Okay. Please to the microphone. Anton, login.com. Could you please talk into the microphone? Yes, thank you. I would like to ask Rokan Saki a question. What do you expect from Badr Hari tomorrow? And do you feel maybe like you're spoiling his party? That's it. Listen, I feel good about tomorrow, and you know, Badr is a very good fighter, and he's one of the best fighters in the world, and I feel good for tomorrow, and I train hard, so you will see tomorrow. Thank you. And another question for Badr. Obviously, it's your last fight. Do you feel any type of pressure, maybe to put up a show for the fans?